Extra aandacht voor verdachte situaties nu de vakantie weer van start is gegaan. De politie wil Westlanders waakzaam maken voor bijvoorbeeld inbraak en diefstal. En dat doen ze door middel van Gravity. Ja, dit is milieuvriendelijk. Dat betekent ook dat het na een paar dagen weer afbreekt. Eén goede regenbui en dan is het weg. Ja, gelukkig is het mooi weer. Laten we dat vooral even vasthouden. Maar de mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat het week op het wegdek blijft staan. Tijdens de vakantie is het vaak rustiger op straat. Dus is het voor kwaadwillenden makkelijker toeslaan. De politie hoopt de boodschap dan ook goed over te kunnen brengen. Maar ja, was een weekje voor de vakantie dan niet handiger geweest? We hebben speciaal gekozen voor de eerste dag van de vakantie. Want de actie is natuurlijk vooral bedoeld voor de mensen die achterblijven. Want dat zijn degenen die ander gedrag in de straat opmerken. Ja, en als dat zo is, gelijk even de politie bellen. Stel, je ziet zo'n verdachte situatie, dan bel je met 112. Maar niet altijd. Nou, 112 bij hete daadsituaties. Dus zie je iets in je straat gebeuren waarvan je denkt dat klopt niet. Of zie je dat er ergens ingebroken wordt, iets vernield wordt. Vooral 112 bellen. Heb je een vraag gewoon voor de politie, dan is het 0900-8844. Ook voor de buurpreventen is er een flinke taak weggelegd. Zij mogen de boodschap op de wegen spuiten.